Aalst is en blijft een Vlaamse stad. De nieuwe N-VA-burgemeester zit nog niet op het stadhuis, of hij maakt al meteen duidelijk dat het hem menens is om het authentieke karakter van de stad te behouden. Er komt een speciale schepen voor Vlaamse zaken. Absoluut belangrijk voor de integratie is de taal. En die schepen zal erover waken dat de Vlaamse taal wordt gerespecteerd in bestuurszaken, in onderwijsaangelegenheden, in kinderdagverblijven. Want taal is o zo belangrijk om in deze stad geïntegreerd te geraken. Aalst is voor veel mensen uit Henegouwen de dichtstbijzijnde stad. En er is ook een drukke spoorverbinding met Brussel. Allemaal Franstaligen. En dat voelen de Aalstenaars in hun stad. Je hoort echt hier en daar Frans praten in winkels en zo. Ik vind dat jammer. Ja, in Brussel moet Frans slapen. Ja. Als hij naar Verdi les, kan ik Frans. Maar als hij naar Noorden les, kan ik hier Frans. Maar hier toch niet. De vervlaamsing die de partij voorop stelt gaat ver, tot de straatnamen toe. Hier ziet u dus het plaatje Volksplaats, maar eigenlijk is deze plaats ook bij de Aalstenaar vooral gekend als het Ezelsplein, het Ezelspleintje. Vandaar dat we zouden graag die benaming daar eveneens op aanbrengen. Het schild van de stad Aalst, als ook de Vlaamse leeuw, om de Vlaamse identiteit van deze stad te bevestigen.